Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Nee. Hallo, dat is erbij. Kom erin. Hoe zit het eigenlijk met de zenuwen hier? Momenteel eigenlijk nog sava, denk ik, bij ons alle drie. Maar ik denk, naarmate dat de finale nu vanavond gaat dichter komen, gaat het heel, heel spannend worden. Ja, en dan gaat het mij ook zo'n en trillende handen zijn. Ja, ik heb niet kunnen slapen vannacht. En het gaat wel leuk zijn, omdat we er zo lang naar hebben uitgekeken. Dat wel. Maar ook jammer, hè, want het is gedaan. Hè. Dus deze is ons kot. Ja. Kijken wij altijd tv. Jullie zitten hier nu al 4 weken. Wie is jullie favoriete gast? Oeh, dat is een goede vraag. De leukste gast was Bart Peters. Sowieso. Welkom. Aaron. We waren echt al 3 weken aan het zagen van... Mag Bart Peters eens komen als gast? En dan... Was dat uiteindelijk de verrassing dat Bart Peters hier was? En toen waren we allemaal wel even zo van... Oh, wow, Bart Peters. Wat denk je dat je hier het meeste zal missen, Tinneke? Ik denk gewoon het gezelschap. Iedereen samen en dan bijvoorbeeld een zot kotfeestje doen en ons verkleden en ja, onnozel doen. Dus het was gewoon een superzalige 4 weken. En ik ga de mensen vooral missen. Wat gaan jullie eigenlijk vanavond doen na de bekendmaking? Ja, kijk, wie het ook wordt, het wordt hem of haar heel hard gegund. Dus het wordt sowieso een heel, heel goed feest. Dat wel. Oké, okay, veel succes allemaal. Dank je wel. Dank je wel. Dag. Hè. Dag, Marius. Oké, man. Dankjewel om naar Karwei te kijken. En als je nu nog meer nieuws wilt zien, abonneer je dan zeker op ons YouTube-kanaal en bekijk ook deze video's.